Goeiedag allemaal, welkom bij weer deze nieuwe aflevering van Flora en Fauna. Ik ben Mariska Bemelmans en ik werk voor de Stichting Dierenbescherming Suriname. En vandaag zijn we op bezoek bij Huizen Beteljada van Stichting Beteljada. En u vraagt zich misschien af, wat doet de dierenbescherming nou bij Huizen Beteljada? U moet vooral blijven kijken en we gaan even naar binnen. Komt u mee? Oké, we zijn nu op het terrein van Huizen Beteljada en ik sta hier met mevrouw Heidi. Welkom bij deze aflevering van Flora en Fauna. En ik wil u even vragen van wat is uw functie bij de stichting Beteljada en wat zijn precies de doelstellingen van deze stichting? Mijn functie is, ik ben werkzaam als maatschappelijk werker bij Beteljada. De doelstellingen van deze stichting is eigenlijk dat we opvang bieden aan kinderen met een meervoudige beperking. Zowel 24 uur als 4 dag opvang. Mm-hmm. Momenteel hebben we 35 bewoners in de 24 uur zorg. Op de dagopvang 16, dat kunnen er nog meer worden, kunnen uitbreiden naar 20. Mm-hmm. Uiteindelijk willen we ook uitbreiden naar 40 bewoners. De doelstelling van ons is eigenlijk dat de bewoners centraal staan en het welzijn van de bewoners. En dan van de medewerkers en de medewerkers, dus de kwaliteit voor de medewerkers en bewoners. Mm-hmm. Oké, en dus jullie kunnen uiteindelijk ongeveer 40 bewoners hier opvangen. Ja. En waar bestaat die zorg precies uit elke dag? Hoe doen jullie die zorg? De algemene dagelijkse zorg, zoals uit bed halen, baden van de kinderen, voeden, zorgen dat ze op tijd hun medicatie krijgen, wondverzorging eventueel. Maar ook eigenlijk is de zorg niet alleen de dagelijkse dingen, maar ook aanbieden van activiteiten. Zodat ze niet alleen maar in de stoel blijven liggen, want de kinderen zelf kunnen niet praten. Maar we willen wel gewoon zoveel mogelijk tools aanbieden, waardoor hun leven wat meer, meer leven krijgt, zeg maar, dan alleen maar in de stoel zitten. Ja, precies. Ja, want ik zie jullie zijn vrij actief, hè? Als ik op Facebook kijk. Jullie hebben deelgenomen aan de avondvierdaagse. Ja. Jullie organiseren allerlei activiteiten, zoals iets met bellen blazen en zo. Dus eigenlijk worden er heel veel leuke dingen gedaan. Het is echt een verrijking voor deze bewoners die niet ze kunnen praten, vaak ook niet kunnen bewegen. Dus nu zijn we wat dat betreft wel heel goed bezig. Zeker. Ja, dat is wel onze doelstelling, om daar gewoon continu nieuwiteit in te krijgen en ook afwisseling bieden in de activiteiten en zorgen dat het leuk is voor de bewoners eigenlijk. En nog een vraagje, hoe moet dat info? Hoe komen de bewoners hier eigenlijk terecht? Meestal is het zo dat ze of ze worden aangemeld door het ziekenhuis of door ouders of verzorgers. Mm-hmm. En dan wordt er gekeken van, past het kind in onze doelgroep? Past het niet bij onze doelgroep, dan bemiddelen we in andere instellingen. En als het wel in onze doelgroep past, dan is het kijken van, hebben we op dit moment plek of moeten we haar even elders in het dossier plaatsen. Dan halen we wel alle gegevens binnen van het kind. We gaan ook op huisbezoek langs te kijken hoe urgent de situatie thuis is. En aan de hand daarvan stellen we een plan op en met doelen en acties. En als er voldoende personeel is, kan het kind opgenomen worden en dan gaat het via een speciaal protocol of via de dagopvang of 24 uur zorg. Ja. En 24 uur zorg, hè, we kennen dat bij ons natuurlijk ook op het asiel met honden en katten. Dat is eigenlijk heel veel werk. Het kost eigenlijk ook heel veel tijd en geld. Hoe wordt Huizen Beteljada gefinancierd? Er heel veel instanties en andere instellingen die ons ook helpen en ook doneren. Zo is Beteljada ook groter geworden. Ja. Dus jullie kunnen eigenlijk ook altijd donaties gebruiken? Zeker, altijd. Ja, okay. Net zoals eigenlijk bij onze stichting. Ja. Oké, nou bedankt voor deze informatie over het werk en de opvang van Huizen Beteljada. En dan gaan we eigenlijk, hebben we het er al in het gesprek een beetje over gehad, hoe we er op zijn gekomen om samen te gaan werken. Stichting Dierenbescherming Suriname en Stichting Huizen Beteljada. Dus dan gaan we even naar binnen en dan kunnen we misschien de kijkers uitleggen wat die samenwerking inhoudt. Precies. Oké. Lijkt me een goed idee.
Oké, we zijn nu binnen bij Huizen Beterjaren en we zijn hier in het activiteitenruimte waar dagelijks activiteiten worden georganiseerd voor de bewoners. En nou is natuurlijk nog steeds de vraag, wat doen wij nou eigenlijk hier als Stichting Dierenbescherming Suriname? Nou, het is eigenlijk zo, we hebben per toeval hebben we de twee stichtingen elkaar gevonden. En toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen om iets, een project tot stand te laten komen. Een project wat eigenlijk projecten die in het buitenland al vrij bekend zijn. En dat is namelijk omgang met dieren. En dat kan voor met name ook mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking, kan dat een hele toegevoegde waarde hebben. Die projecten zijn er in het buitenland al, ook met allerlei verschillende dieren. Maar goed, de dierenbescherming heeft een asiel en daar zijn honden en poezen. Dus we dachten, laten we kijken of we een toegevoegde waarde kunnen hebben op het activiteitenprogramma van de bewoners. Door knuffelsessies met onze honden te organiseren. Dat gaat er af en toe een beetje luidruchtig aan toe, maar dat is niet erg. Het is hartstikke gezellig. We vinden het eigenlijk een heel belangrijk project. We hebben een maand lang een try-out gedaan. We hebben allerlei manieren bekeken waarop de bewoners eigenlijk tot deze activiteit betrokken konden worden. Er zijn natuurlijk bewoners die dat eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Net zoals er mensen zijn die helemaal niks van dieren willen weten, die er niks mee hebben. Maar we hebben inmiddels ook al gezien, we zijn nu dikke maand, twee maanden verder, dat er ook echt bewoners zijn die het gewoon heel erg leuk vinden om met dieren om te gaan. En natuurlijk hebben ze geen dieren hier binnen bij Beterjada. Dus zodoende dat wij één keer in de week met één of twee puppy's of soms af en toe een volwassen hond hier naartoe komen en een groepje bewoners laten omgaan met de dieren. En dat varieert van knuffelen en soms kusjes geven, een beetje in de lucht, tot gewoon soms aaien. Dus, en ook al heb je niet altijd evenveel reactie, het is gewoon, weet je, het gevoel. En je hebt een andere beleving op dat moment. En let wel, deze bewoners zijn afhankelijk van hun verzorgers en van de activiteitenbegeleiding om invulling te geven aan hun leven. En we vonden het eigenlijk een heel leuk project om hieraan bij te dragen. En tot nu toe kunnen we niet voorstellen dat het vrij succesvol is, ons knuffelproject bij Huizen Beterjada. Dus we gaan zeker dat voortzetten. En voor ons als Stichting Dierenbescherming is eigenlijk het belangrijkste dat we met dit project laten zien dat juist niet het functionele aspect waarom mensen dieren houden en met dieren omgaan, maar dit is juist het gezelschapsaspect wat aan bod komt. En waarbij je ziet dat die bewoners er echt heel veel plezier aan hebben. En dat zien we eigenlijk hier buiten eigenlijk nog veel te weinig. Hè? Honden worden gehouden voor bewaking, poezen tegen de muizen. Maar weet je wel, leuk ermee bezig zijn, ermee spelen, hè? Ze aaien, gewoon gezelschap met elkaar zoeken. Dat zien we eigenlijk te weinig en dat zien we juist hier bij Huizen Beterjada. Dus voor ons een heel erg belangrijk project, een heel leuk project. En ook voor de bewoners, nou, zoals je straks kan zien, is het echt een hele leuke activiteit geworden. Dus we gaan hier vooral mee door en ja, we gaan gewoon lekker puppy knuffelen nu. Oké, beste kijkers, dit was weer een aflevering van Flora en Fauna, verzorgd door de Stichting Dierenbescherming Suriname. En deze keer waren we op bezoek bij Huizen Beterjada voor het knuffelproject. Wij hebben in ieder geval heel erg ervan genoten. Zoals je heeft kunnen zien, de bewoners ook. En met die dieren zit het ook wel helemaal goed. Dus we hopen dat u ook heeft genoten van deze aflevering. En misschien tot de volgende keer. En tot die tijd, veel knuffelplezier met uw dieren.